mensen, welkom in deze gloednieuwe video op mijn YouTube kanaal. Vandaag heb ik een Q&A. Laten we beginnen met de eerste vraag. En die is van Joey Nagelkerken en hij vraagt dit. Nou, hij vraagt dus, wat is je favoriete snack van de frietstore? De frietstore is een zaak. Is een frietzaak. En die zit in Steenbergen. De snack is dit. Frikandel speciaal dus. En dit. Een bamiapje. Dat zijn twee van mijn favoriete snacks. En door naar de volgende vraag. En de volgende vraag is van Joey. En hij vraagt, hoeveel frietzakken kun je tillen? Dus laten we dat even gaan testen. Nou ja, die foutvloer die was al op, dus nu moeten we even zo doen. Het zijn evenveel als wij je net hadden. Nog meer? Nee. Dan de laatste vraag, want ik had maar drie vragen. Ik ben niet zo goed. En die is van Thijs van Brummen. Krijgen jullie nu in beeld te zien. Hij vraagt dus, wat zou je doen als het vuurwerkverbod wordt verboden? Nou, ik zou niks doen. Ik zou gewoon geen vuurwerk meer afsteken, want anders riskeer ik een boete en dat wil ik niet. Ik ga dan gewoon door met YouTube, maar dan stop ik gewoon met vuurwerk op het kanaal te uploaden. Ja, ik word sowieso al verwijderd telkens door YouTube, door vuurwerk. Maar ja, dus ik zou niet doorgaan met vuurwerk afsteken, maar ik zou nog wel gewoon als er vuurwerkshows zijn, dan ga ik daar wel heen. En dat kan ik wel weer filmen. Nou, dit was de Q&A. Hopelijk heb je genoten van het kijken. Vergeet niet te abonneren, te liken en te reageren. En dan zie ik jullie bij een andere video, mensen. Later.